Hey guys, ik ben net terug van de winkel. Ik ben boodschappen gaan doen bij Albert Heijn. En ik wil jullie laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Ik ga jullie ook zeggen hoeveel alles in totaal gekost heeft. En ja, dus dit is wat ik allemaal heb. Deze zak en deze doos. Alles is natuurlijk veganistisch. En we gaan beginnen hè. Dus we zullen beginnen met wat er in de doos zit. Dat zijn vooral verse dingen. Dus als eerste heb ik Romeinse sla. Gewoon sla, lekker. Een komkommer. Een kilo mandarijntjes. 1,5 kilo rode ajuinen. Een tros bananen. 2 broccolietjes. En een grote zak aardappelen, 5 kilo. Dus dat waren de gewone standaard verse dingen. Maar nu gaan we de... Een beetje opschuiven. Nu gaan we de zak doen. Dus als eerste heb ik deze tofu reepjes gekocht. Ik heb deze nog nooit geprobeerd, maar ik wou gewoon eens iets nieuws proberen, hè. Het zal wel lekker zijn met wat rijst en wat gewokte groentjes, een beetje sojasaus. Dus dat heb ik als eerste gepakt. Dan heb ik 2 schnitzels van Vivera. Heb ik ook nog nooit geprobeerd en wil gewoon iets nieuws proberen. Dan heb ik 2 van deze zakjes met snoepjes. Deze zijn gelatinevrij en zijn dus gemaakt met pectine, waardoor ze plantaardig, veganistisch zijn. Ik heb deze alles geprobeerd en die zijn heel lekker. Dus altijd eens fijn om te knabbelen of als ik naar de cinema ga of zo. Dan bulgur. Dit lijkt mij wel lekker, want ik heb dat eens gegeten bij IKEA met van die veganistische groenteballetjes en toen vond ik dat heel lekker, dus ik wil dat zelf ook eens proberen te maken. Dan heb ik oesterzwammen, die vind ik gewoon heel lekker. Dan, dit is iets speciaals, dat heb ik nog nooit geprobeerd. Dit is een pizzabodem van bloemkool en leek me wel eens interessant om te proberen. Dan heb ik 2 van deze pakjes met noedels. Hier zijn de ingrediënten gewoon tarwebloem, dat is alles. Dus deze vind ik heel lekker. Dan hebben we van die tortillas. Dat is heel lekker als je daar gewoon wat verse groentjes in doet. En dan met champignon. Alles kun je hierin doen, dat is altijd lekker. Met een beetje avocado of wat hummus of zo. Dan heb ik 2 pakjes van die nori om sushi mee te maken. Mijn lievelings sushi is met rijst en komkommer. Dan heb ik 2 blikjes met linzen voor proteïne. En ik heb ook deze genomen. Het zijn linzen voor in de diepvries. Dat is altijd handig om dingen in de diepvries te hebben, hè. Dan hebben we sojascheuten. Ook weer voor bij mijn rijst met wat gewokte groentjes. Super lekker. Dan, voor als ik eens een keer heel lui ben, heb ik hier van die aardappelvierkantjes. Kunt je lekker bakken in de pan, dat ze lekker crispy zijn. En dan met een slaatje of zo. Mm. 2 granaatappels. Vind ik super lekker. 3 potjes kikkererwten. Kikkererwten op zich vind ik niet lekker, want die hebben een heel specifieke smaak die ik niet lekker vind. Maar ik gebruik het vocht uit deze potjes om chocomousse mee te maken. Super lekker. Ik heb daar ook een video over met een recept. Dus als jullie die willen zien, zal ik die onder de video linken. 3 brikken van deze soja unsweetened. Die gebruik ik om zo wat die hartige gerechten mee te maken. Mijn lievelingsmelk. 3 brikken van deze rice dream. Dat
vind ik persoonlijk de lekkerste melk die ik tot nu toe geprobeerd heb. Hè. En dat was alles wat ik gekocht heb. Dit is een overzicht van alles dat ik gekocht heb. Kijk eens hoe schoon en kleurrijk. Oh, I love it. Dus, hier is de rekening. In totaal was het 60 euro. Maar dit is niet alleen voor mij, hè. Dat is ook voor mijn ouders. En dat is voor de hele week. Ja, ook, ik heb ook een paar van die luxe dingen gekocht, zoals die vleesvervangers. Dat is natuurlijk niet noodzakelijk, maar zoals ik zei, wou ik eens wat nieuwe dingen proberen. Het duurste was de aardappelen. Die waren 5 euro. Maar ja, dat is wel een zak van 5 kilo die super lang meegaat. En dan een ander duurder ding was die pizzabodem van bloemkool. Deze. Ook totaal niet noodzakelijk. En ja, de melk die iets duurder was. Maar er zijn veel goedkopere versies van bijvoorbeeld rijstmelk. Maar ik vind deze gewoon het lekkerste. En ik vind het niet erg om daar iets meer geld aan te geven. Maar ik ga nu iets lekkers koken voor mezelf. Ik hoop dat jullie het fijn vonden om te kijken. En dat ik jullie weer zie in de volgende video. Dus tot dan!